Het is belangrijk. We hebben pas geleden hebben we ook een grote happening gehad met de politieke partijen ter linkerzijde, SP en GroenLinks. En waarbij toen op die avond ook dit aspect en dit probleem heel nadrukkelijk aan de orde is geweest. Dat is namelijk dat kleinschalige initiatieven zonder een eigen vermogen toch steeds aanlopen tegen bankgaranties en dergelijke. En met name in dat soort gevallen moet je ze toch over een hobbel heen helpen. Nou, de huidige instrumentarie wat we hebben, dure woorden allemaal, maar de huidige mogelijkheden om die mensen te helpen, die zijn niet. En dit voorstel voorziet erin dat we daar toch in dat soort individuele gevallen zeggen van als provincie, ja, goed initiatief moet doorgezet worden en die garantie weggaranderen gewoon dat we over die hobbel heen gaan. Ja, dan kunnen we voorbeelden nemen als bijvoorbeeld een zinnenpark bij een dorp, dat soort zaken? Ja, zelfs nog kleinere initiatieven als alleen maar grotere schalige zonneparken, want dan heb je het ook wel vrij grote vindt. Maar goed, als jij even op buurmans grond zonnepanelen aan wil leggen en je komt er niet goed uit vanwege eigendomsrecht en dergelijke. Dat soort voorbeelden zijn ook. Dus ze zijn ook nog wel kleinschaliger. Ja, die zitten nou op dit ogenblik echt te wachten op dit soort, op dit instrumentarium. En een soort van in Friesland is hem betekend? Ja, dat weten we eigenlijk niet precies. Wij horen van de ondersteuningsorganisaties en we hoorden ook op die avond dat er een aantal van dit soort voorbeelden lagen. Maar ik heb zelf geen onderzoek gedaan hoeveel. Wat we wel zien, en dat was ook wel duidelijk op die avond, want er waren ook ambtenaren en andere deskundigen aan tafel, die zeiden van nou, dit instrument hebben we gewoon niet. En dat moet er eigenlijk wel komen. Dat gaat niet zozeer om financiering. Want banken zijn best bereid om ook in dat soort kleinschalige initiatieven te financieren. Maar ze zijn niet bereid om garant te staan. Dus laten we zeggen dat 1 op de 10 echt valikant misloopt. Dan zijn we alleen dat garantiekapitaal kwijt. Dus ik verwacht in zijn totaliteit dat het zal niet in de 7 cijfers gaan lopen. Verwacht ik zelf.